Het minste wat we kunnen doen is niet normaal maken wat niet normaal is. Goeiedag. Ik zit hier vandaag met Pierre Capel, emeritus hoogleraar aan de universiteit in experimentele immunologie. En wij gaan het hebben over of er een vaccin komt voor social distancing. Wat is de ingeslagen weg, de anderhalve meter, en waar leidt die toe? Dat een gigantische puinhoop in de volksgezondheid. Maar nu we in juni verder zijn, moet je zeggen van jongens, laten we eens flexibel kijken. En het echte doel, namelijk de volksgezondheid, laten we die voorop stellen en niet ons eigen gelijk. Goed. Wat gebeurt er met social distance? Mm-hmm. Nou, iedereen weet dat de economie naar de fluiten gaat, dat van alles nog wat failliet, dat er psychische klachten zijn, maar alles in het kader van de volksgezondheid. De DNA-schade op DNA-niveau van social distance is gigantisch. Wat doen gevoelens? En die zijn nogal heftig in. Dus het gevoel van eenzaamheid en depressie en het gevoel dat de wereld vergaat en angst. Heeft dat een invloed op je DNA? Ja, nou, beschadig je de volksgezondheid ermee? Dat is niet alleen maar op één emotie, angst, adrenaline, cortisol. Maar bij verliefdheid krijg je oxytocine, dit met dat. En ik heb daar een heel verhaal over geschreven in een boekje. Hoe emoties doorwerken, niet alleen op hormoonniveau, waar alles wordt beïnvloed door gevoelens, maar die schakelen genen aan of uit. Een voorbeeld ga ik geven met eenzaamheid. En nou is er een mogelijkheid om te kijken via een DNA-chip welke informatie op een gen staat aan of uit in een bepaalde cel. Ze hebben allemaal dezelfde informatie. Iedere cel heeft alles, maar zet aan of uit. Nu kan je dus via een hele simpele truc kan je meten wat staat aan of uit. Deze techniek hebben ze losgelaten op exact dezelfde cellen, maar dan van mensen die, daar staat lonely, dus die eenzaam zijn, en vergeleken met mensen die sociaal geïntegreerd zijn. Dan zie je dat die bovenste balk, dat er 131 genen precies de andere kant op gaan bij eenzaamheid. Dus in totaal meer dan 200 lichaamsfuncties worden anders aangezet, worden in een heel ander stand gezet bij eenzaamheid. Nou, en dat kan nogal heftig aankomen. Ik wil een voorbeeld geven dat er is een rattenstam waarbij de vrouwtjes gevoelig zijn voor borstkanker. Dat is een beetje vergelijkbaar met de BCA1 en 2 genen bij de mens. Mm-hmm. Als die ratjes in hun sociale context rondhobbelen, dus samen gehuisvest worden, krijgen 20% van de vrouwen één enkele tumor die niet uitzaait. Een klein tumortje die niet uitzaait. Goed. Nu verander je helemaal niks. Alleen zet je ze geïsoleerd, dus eenzaam. Dus gewoon de social distance. Ja, 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 ja. Wat zien we dan? Lockdown. Dat die 20% frequentie wordt 80. Ja. De tumor wordt 50 keer groter en zaait door het hele lichaam uit. Dan zeg je van ja, nou, dit is overdreven, dat kan niet. Hoe kan nou een gevoel zorgen dat zo'n tumor anders is? Wat ik heel duidelijk nu hier wil zeggen is niet van bij de social distance vliegen de tumoren je om je oren. Maar als je een tumor hebt, kan je die daar wel mee beïnvloeden. Je gaat eerst naar links. Daar zie je dat van die 200 genen die aan of uitgezet worden, dat een gen voor een groeifactor voor bloedvaten heel erg hoog wordt aangezet. Daardoor gaat de tumor nieuwe bloedvaten vormen, wat die eerst niet kon. Door die emotie krijgt die beter doorbloeding, meer zuurstof en daarom wordt die verder. Het is een aanpassing op de stress van de eenzaamheid. Ja. Rechts van dit plaatje staat dat er bepaalde ankermoleculen die die nodig heeft als die van het ene weefsel wil uitzaaien naar het andere, moet die wel kunnen aanleggen. Dat kon die origineel niet, maar door die eenzaamheid gaat dat wel. En dan kan die de lymfaten in en dan kan die uit gaan zitten zaaien. Dus wat zien we? Dat op de gezondheid, de verloop van ziektes, emoties een enorme belangrijke rol spelen. Nou, en wat zien we dus? Dat we hebben een hele selectieve angst voor de dood.
dat voor iets onbekends, dat is verschrikkelijk. Maar dat roken met zijn 8 miljoen, och, dat is helemaal prima. En wat zien we dus? Dat dit beeld, daar links zie je dus de mensen die overleden in de oorlog aan aids, malaria. Rechts onderschat zware diarree niet. En dan hebben we ook nog de corona. Dus ik zou willen zeggen, kijk iets naar het immuunsysteem. Kijk wat sociale distance doet. En als we dan echt praten over volksgezondheid, laten we dan over volksgezondheid praten. Ja.